Nou, we staan hier in de ovenruimte. We hebben daar twee ovens staan. Die draaien op dit moment en die hebben een gemiddelde temperatuur van rond de 900 graden Celsius. Breda Nu. Je weet het meteen. Uitvaartcentrum Zuilen is druk bezig om in de toekomst milieubewuster te worden. Zo hebben ze al ruim 700 zonnepanelen gelegd en een plan voor warmteterugwinning doorgevoerd. Frits Steenbakker nam ons mee en vertelde wat de plannen inhouden. We hebben vorig jaar hebben we de definitieve plannen in elkaar gepuzzeld. En toen is het concrete plan uitgewerkt. En toen hebben we een aantal leveranciers gevraagd om met ons mee te denken. En we wilden eigenlijk hebben de warmteterugwinning, zonnepanelen en een fijn werk-luchtklimaat in ons bedrijf. Nou, we staan hier in de ovenruimte. We hebben daar twee ovens staan. Die draaien op dit moment en die hebben een gemiddelde temperatuur van rond de 900 graden Celsius. De warmte die vanuit de ovens komt, die we kunnen hergebruiken, die gaan we gebruiken in de ovenruimte. Zijn jullie daar zelf ook uniek mee of zijn er al andere organisaties die jullie voor zijn gegaan daarin? We zijn natuurlijk altijd uniek, want we hebben het hele totale pakket gedaan zoals ik net aangeef. Maar er zijn al wel wat collega's die zich wel al met de warmteterugwinning hebben bezighouden. Maar wij hebben ervoor gekozen voor het totale gebeuren van lucht, verwarming en zonnepanelen. Buiten het feit dat we dat doorvoeren in onze gebouwen, vinden we het ook heel belangrijk om dat juist ook door te voeren in de uitvaarten die we verzorgen. En daarmee de nabestaanden ook attent te maken aan de mogelijkheden voor de duurzame uitvaart. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Circle Stone, het hergebruik van grafstenen die een tweede leven krijgen, tegen dezelfde kosten door een nieuwe grafsteen. Denk daarvoor aan de duurzame kist, zoals bijvoorbeeld de Bredaarse kist, die gekapt wordt of gemaakt wordt uit Bredaars hout. Ook hele simpele voorbeelden als kom met de fiets naar de uitvaart in plaats van de auto. Dat is eigenlijk de grootste impact die gemaakt wordt op stukje uitvaart en duurzaamheid. En wordt daar nou ook echt heel veel gebruik van gemaakt? Wordt er veel naar geluisterd ook door de mensen? Nog niet. Wordt er veel naar geluisterd? Ja, steeds meer. Wij merken wel dat het steeds meer leeft, behalve in de eigen organisatie, maar ook bij de nabestaanden. Dat zit in hele kleine dingen ook. Hè? Bijvoorbeeld pluk de bloemen uit oma's achtertuin in plaats van nieuwe bloemen te bestellen. In een artikel van BN De Stem lazen we ook dat de warmteterugwinning op zo'n manier vroeger best wel een issue was. Waarom denkt u dat dat zo was? En waarom doen jullie het nu wel? Ja, ik denk dat een hele hoop mensen de angst hadden van hoe moet ik ermee omgaan. En dan ben je natuurlijk afhankelijk van een team binnen Zuilen die ervoor wil gaan. En we hebben de juiste leveranciers bij ons gezocht die ook in die materie ons nog meer konden vertellen. Ja, dat heeft erin geresulteerd dat wij die stap wel gezet hebben. En gelooft u mij nou maar, we hebben verschillende bedrijven binnen gehad. En op een gegeven moment hadden we echt die feeling, dit is het concept zoals wij het willen hebben. Okay. En dat hebben we gedaan. Breda Nu. Je weet het meteen.